zijn op de Tenkatenmarkt in Amsterdam en we gaan eten bij Jenny Wu. En zij is eigenaresse van een Taiwanese foodtruck. Ja, en hoe gaaf is dat we vandaag op deze fantastische mooie dag op de markt echt streetfood gaan eten. En drinken, want we gaan naar de bubble tea. En niet alleen de traditionele bubble tea, ze heeft ook Oreo bubble tea. En een echte Taiwanese snack van de straat, Dan Bing. Ja, en een aantal chicken bites. Gaan we allemaal proeven. Wij zijn Authentico en ik ben Corina. En ik ben Juliette. Wij proeven de wereld. Alles behalve stamppot. I'm from Taichung here, in the middle of Taiwan. And the capital is Taipei, so north, yeah. Is there a special dish from this town or is it in the region? Mm-hmm. Is it something special? Yeah, actually the bubble tea is come from Taichung. Oh yeah? Yeah, yeah. Oh, that's nice. Yeah, that's from Taichung. We speak Mandarin and Taiwanese and also Hakka. Hakka? Yeah. Is that a dialect or? Yeah, it's a dialect. And do you speak Hakka? No, I don't speak it. And it's not like the Australian Hakka? Oh, no, that's different. That's different. No, that's different. How do you say eat tasty in Taiwanese or in Mandarin or? You mean eat smuggler or? Yeah, eat smuggler. Tai dong. Now I'm making a chicken dumpling. Yeah. Then I mix it flour with water. If you put the cold water mix with flour, then the things will get soft. Soft, and if you put warm water, it's gonna be chewy. Yeah, chewy and crispy. Egg. Here's my cookie, I put the beef, so it will stick together. Yeah, I marinate first, and then put the tapioca coating on the top, so it will make the outside crispy. Nice seasoning, the pepper, salt, and some Taiwanese spices. Five crowden. Yeah, five crowden. Yeah. And can we put some sauce? Yeah. We have soy sauce. Yeah. Or the sweet spicy sauce. Ondertussen weten jullie misschien dat Juliette van de sweet sauce is, dus die ga ik aan één kant van het bakje gooien. It's not too spicy. Yeah, okay. Maar jongens, ik ben van het zout en dan gaat dat op de andere kant zo. Ik ga voor de zoet-zure saus met een beetje pit, zei Jenny. Waar gaat ie? Een saus, inderdaad niet te veel pit, heel klein beetje. En dat is wel lekker. En het is inderdaad de textuur. Zo lekker knapperig, gewoon knapperige kip. En dat ei. Maakt natuurlijk ook een beetje vol, dat pannenkoekje met dat ei. Dus één grote heerlijke crispy toestand met een beetje pit. You live in Holland? Ja. En how come? How come? Because my boyfriend is Dutch. Oh, and you like the Dutch boys? No, I'm not like Dutch, but I like him. he's called Bastia. Bastia? Yeah. Oh, that's really a Dutch name. Yeah, I met him in Taiwan. He was backpacking. Yes, I never say darling to him, but I know people saying Scottish. Scottish? Yeah, Scottish, right? I just say name, Bastian. Bastian? Yeah. And what do you like in Holland? The food, not much. I like kibbeling. Kibbeling? Yeah, and I like the poffertjes. Oh, poffertjes, yeah, that's typically Dutch. Yeah. I'm gonna make original bubble tea now. I start with bubbles. It's made from the tapioca starch. So tapioca is kind of root and it's a bit chewy. So it's like brothers of potato. And then the sugar syrup, fresh milk, then ice cubes, then the black tea. Black tea. Is it strong tea? Yeah, it's a strong tea. It's a Taiwanese black tea. Then the brown sugar boba with not the Oreo? With Oreo.
it's a brown sugar flavored tapioca. The other one is normal sugar. Yes. And this one is brown sugar. So I also put the brown sugar syrup, ice cubes, milk, then Oreo. Hier zitten de bubbels, tapioca, roetbollen uit Taiwan, geen idee. En ik heb hetzelfde, maar dan met Oreo's erbij en bruine suiker. Ja, nee, dit is alleen maar stroop, jongens. Echt een zoete Juliette, maar dat geeft niet. Proost. Cheers! Mm. Oh, dat plakt! Oh, dat plakt! Het zijn echt bubbels die je mond in komen, maar dan wel geen bubbel. Een soort kauwgombubbels zijn het. En ik proef enorm die bruine suiker bij mij. Echt super lekker. Nee, ik heb echt een soort van koffie, melk, thee ding. Oh, nou, eigenlijk gewoon Engelse thee. Maar dan met bubbels. Verslik je? Nee. Ik heb ballen in mijn mond. Nou, we hebben gewisseld. Dus Dit smaakt echt naar thee. Dit is echt zwarte thee. English breakfast. En dat zei ik. Dit is gewoon eigenlijk gewoon een soort van tiramisu. Ja, maar wel lekker een wissel. Nee. Jawel. Nee. Die van mij. Die hier. Proost. Heerlijk. Oh, fantastisch lekker. Bubble tea Taiwan. I go for it. Echt een feestje is om dit te drinken. Echt een party, party drink. Party drink. What do you miss the most from Taiwan? Stinky tofu. Stinky tofu? Yeah. A sticky tofu, not stinky. Stinky. Stinky tofu? What's stinky tofu? It's fermented tofu. Yes. So it tastes a bit smelly. Yes. But it tastes very good. We fried it, deep fried. Ah, yeah. Deep fried stinky tofu. Yeah. Ja, we hebben weer de challenge om zoveel mogelijk Taiwanese gerechten te noemen of drankjes. Ja. Ben je er klaar voor? Nee, maar we gaan het doen. Jipai. Soepia, jipai. Ja, ik heb een bubbelthee. Oh ja, en ik heb die stinky tofu. Danbing. Ja, en iets met raised rice en nog iets erbij. Oh ja, pork raised rice. Ja, die. En ik zeg alles met rijst. Alles met rijst. En tapioca. Oh ja, ping, zegt hij. Ready? Yes. Yeah. Okay, go. Lu wei, ai yu, chou tofu, xian cao, chou bing, jipai, danbing, hong dou bing. 鸡蛋糕，蚵仔煎，鸡排，蚵仔煎蟹，蛙腿，排骨酥，霸王，猪血汤，猪血糕。Go Yanni, so you're gonna make our last dish, which is 鸡排 and what is this in English? It's a fried chicken steak. Okay. So this is the chicken with the tapioca starch coating. Alright. It looks like hot. Do we have to put sauce? You can eat like this. Zo, aan het einde van de dag hebben we nog een lekkere snack. Kijk, en hoe heet die? Jipai. En het is echt allemaal, het ziet er fantastisch uit. Het is een schnitzel, gewoon een kipsnitzel. Yeah. En Jenny vertelde met tapioca powder coating, zeg maar. Okay. Oh, neem een hap. Ja, ik ga het doen. Weet je wat nog gaaf is? Het is gewoon een goede Oostenrijkse schnitzel. Maar dan met alle Aziatische smaken die er aan bestaan. Nou, wij dachten dus dat het zoete aan de buitenkant zat, maar het is gewoon de kip. Die is lekker gemarineerd in al die Oosterse smaken met suiker, soja, waarschijnlijk ook misschien een beetje vissaus. Geef hem maar een hap. Wat een lekker korstje. Maar ook die kip, die is gewoon heel zacht, heel sappig. Echt de beste street food, Taiwanese street food hap ever. Ja, en volgens mij vinden die Taiwanese dat ook. Want als ik daar filmpjes van zie, dan loopt iedereen met van deze kipsnitzels. Die kip al, is die chicken al op? Nee, maar als je nou zegt van wat vond je het allerlekkerst, dan zeg ik alles met die crispy chicken. Dus ook de bing. En ook deze. Echt fantastisch. Ja, maar, zeg maar. Nou ja, maar en wat ik het echt het meest bijzondere vond, was gewoon toch die bubble tea. Wat geweldig. Ja. En ook echt lekker. Ja. Ja, jongens. En dan moeten we toch echt ook Jenny van Jens Bing bedanken. Echt enorm bedanken. En Evelien. Voor het fantastische eten. Vond je deze video leuk? Dan geef hem dan een duimpje. En abonneer op ons kanaal. En klik op het belletje, want dan krijg je een berichtje als we een nieuwe video hebben.
Ja, en ik zeg ook weer, doe de reacties hieronder, want daar houden we nou eenmaal van. En alle tips zijn welkom voor gave eethuisjes en andere dingen. Jenny, Evelien, thank you so much. Thank you.